Tony Media. Ik ben niet Aaf van het Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Stripboeken. We gaan het over stripboeken hebben, de do's en don'ts. Ja, wat doe je er niet mee met een stripboek? Dat is nog een best wel moeilijke vraag. Nou, ik weet het wel. Oh ja, misschien is het eigenlijk een hele makkelijke vraag. Zo lezen. Zou kunnen. Dat doe je niet Wie mee. Wie weet. Stripboeken. Stripboeken? We hebben... Jij hebt de Beaumonde. De Beaumonde, dat is weer eens wat anders. Mogen we geen roddelblad noemen van de Beaumonde zelf? Dat snap ik ook wel. Laten weten. Ja. Nee, het gaat over veel meer dan veel dan meer. Het gaat eigenlijk over het hele leven. Alles komt voorbij. Oh, ze zijn ook alweer op pad geweest. Ja, ze zijn weer overal geweest. Dat is een hele lekkere rubriek, vind ik altijd. Die opscheppagina achter de schermen. Het reilen en zeilen. Wat we van uw geld doen. Ja. Zo zou het eigenlijk moeten noemen. Wat wij van uw geld allemaal doen. Ja, nou, ze gaan lunchen voornamelijk. Ja, en ik denk ook naar launches van producten. Launches. En ze maken foto's van zichzelf. En ze zijn lekker druk bezig. Heel fijn. Nou, heel goed, komen we direct allemaal tegen. We hebben natuurlijk een probleem. We hebben een probleem. En we hebben een suikeroom. En dat is het Van Gogh Museum. Het Van Gogh Museum. Dat is weer eens iets heel nieuws. Superleuk. Komen vind we zo dat. Ook nog op. Ja, direct gaan we helemaal uitleggen wie Van Gogh was en zo. Ja. Oh, jongen, dat gaan we helemaal uitdiepen. Het verhaal, echt waar hoor. Pak nou, als nu alvast. Dan weet je dat eindelijk. Pen is. En papier. Dat deden ze vroeg op tv altijd. Pak pen en papier. Dan zijn ze altijd. Nee, maar dan kon je meedoen met een spel of zoiets dergelijks. Maar dan moest je een briefkaart sturen natuurlijk. Want je dat ging niet via internet natuurlijk. Nee, voor de hadden ze allemaal jongere luisteraars. Dus dan zeiden ze, pak nu alvast pen en papier. Zeiden ze dan aan het begin van de uitzending. Want direct gaan we een adres dingen. Want dan moest je natuurlijk opsturen. Dan moest je briefkaarten. En daar moest je je antwoord op sturen. Ook voor de televisierring en zo. Allemaal briefkaarten. Nee, maar daarom is Guus Oster ooit. Is 1 jaar is het niet uitgereikt, omdat Guus Oster had gefraudeerd. Die had zelf allemaal briefkaarten gestuurd. Wel veel werk, hoor. Ja, want het was allemaal dezelfde handschrift. Ja. Dus toen... Er stond ook allemaal namens Guus Oster onder. Ja, en ook er stond award met een T. Dus toen wisten ze, ja, dat is gewoon moet Guus zijn. En toen had Guus voor zichzelf, de weekendquiz, had hij allemaal dingen. Toen zijn ze erachter gekomen, hebben ze hem betrapt. Niet heet het daar, maar ze zagen wel van, dat is allemaal Guus zijn handschrift. En toen hebben ze hem gewoon niet uitgereikt. Ik zou toch van, voor de moeite, zou ik hem dan wel de televisiering hebben gegeven. Zeker niet. Hoeveel briefkaarten je dan moet schrijven. Ik denk dat in die tijd, weet ik veel, misschien wel duizenden mensen zo'n kaart stuurden. Ja, maar dus dan heeft hij in zijn eentje 5000 briefkaarten verstuurd. Maar het was geen prijs voor ijver. Nee, maar gewoon van, als je het zo graag wil, Guus, dan krijg je hem gewoon van ons. Ja, misschien nee. een kleinere, gewoon een klein beeldje. Oh, nee. En niet zo'n hele grote ring, maar zo'n heel klein ring. We gaan weer met de verjaardag. Ja, iedereen krijgt jij iets. Krijgt het bijcadeautje. Nee, je krijgt gewoon niks. Geen bijcadeautje. Je krijgt gewoon niks, Guus. Nu kan je gewoon een site hacken. Schade en schande, dat krijg je. Dat er over 20 zeker, jaar of 30 jaar, want het is lang geleden. Ja, ik denk dat het wel 40 30 jaar geleden nog steeds is. Een of andere oedel in een podcast het over jou heeft en zegt. En dan krijg toen je had dit. Je gewoon het gefraudeerd. En dat dan iemand anders zegt van, nou, voor de moeite had ik hem wel een heel klein ringetje gegeven. Ja. Maar goed, dat is Guus Oster. Dat is niet het hoofd. Daar kan er misschien nog aan komen. Vandaar, we weten het niet. Nee, we weten het niet. Met we gaan echt eerst maar eens even naar onze anekdote. Week. Hoe was jouw week? Mijn week. Nou, ik zit met een ethisch dilemma. Oh? Rondom het kijken naar first dates. Bij first dates, kijk je dat wel eens? Nee, niet meer. Maar ik kijk wel eens, hoor. Ik zit er weer op de een of andere manier weer in. En dan heb ik altijd twee momenten waarop ik dingen ga voorspellen. Gaan ze elkaar nog zien? Want ze kunnen wel allebei ja zeggen, maar soms voel je al van, nou, dat wordt toch helemaal niks. En dan ga ik ook proberen te voorspellen hoeveel dates ze daarna nog hebben gehad. Okay. En ik probeer altijd te schatten wie er gaat betalen. En of ze gaan splitten. En want, speelt zich dat alleen af? Of kijk je nee, met de kinderen. Ja. En dan komt dat kleine kistje met die rekening op tafel. En dan ontstaat er altijd een hele heftige sfeer, waar ik thuis ook echt best wel warm van krijg. En dan denk ik, wat gaan ze nu doen? En eigenlijk ben ik er nog steeds niet uit wat je zou moeten doen. Want het gaat gewoon heel vaak niet goed. Pakken en betalen. Ja, dat vind ik dus eigenlijk ook. Maar als je dat allebei doet, dan zit je weer met een probleem. Dat je allebei zegt, nee, ik betaal. Hoe kom je daar dan uit?
Ja, want dat vind ik, dat heb ik nu geleerd. Mijn vader, die komt tot ruzie toe, kon hij... Nee, aandringen ik reken, op betalen. Hij wilde per se betalen. Ja. Nou, bij ons ook, maar wij lieten al heel snel toe. Maar gewoon, ik heb het zoveel meegemaakt met ooms en tantes. Dat is ook weer moeilijk. En dat altijd gedoe was. Ja. Ja, dus ik denk altijd gewoon, ja, pakken. Betalen nee, als iemand heel moeilijk gaat doen. Ja, vooral ik vind het eigenlijk ook, alleen... Wat er nu bijvoorbeeld weer gebeurde, was dat een man zei, ik betaal. Toen zei die vrouw, we kunnen ook splitten. Dat begrijp ik wel, want het is iets makkelijker dan meteen zeggen, oké, is goed, weet je wel. Dan kan je even nog bewijzen van zesde. Ja. En toen zei die man, oh, wil je dat? Oké. Ja, dat is ook weer niet goed. Eigenlijk. Ja, maar dat vind ik wel... Dat is zo ingewikkeld. Maar dit laatste vind ik wel net goed. Ja? Ja, want dan kom je er toch uit. Met lang leven liefde ook altijd. Nee, ik wil niet samen in een bed, zegt zo'n vrouw dan. En dan zegt zo'n man, ja, maar ik heb een hele moeilijke rug. Nee, maar dan ga ik wel op de bank. Ja. Oké. En dan vinden mensen dan stom dat die man zegt... Daarop ja, in okay, is gegaan. Ga maar op de bank. Ja, je hebt zelf gezegd, ik ga op de bank. Ja, maar... Jij wil niet samen slapen. Nee. Het maakt mij niks uit. Namelijk, er gebeurt niks. 's Nachts, je ligt gewoon in een bed. Ja, er niks aan de hand. Het is ook ongemakkelijk. Iemand die je net kent. Met allemaal camera's erbij samen in een bed te gaan liggen. Lijkt me ook niet. Nee, maar je ligt ieder aan een eigen kant. Het is een enorm breed bed. Ja, je doet geen oog dicht natuurlijk, die nacht. Nou, ik zou altijd ja, slapen, jij zou maar... gewoon weg zijn. Oh nee, ja. Ik zou echt... Nou ja, ik vond dat... Kijk, ik vond op zich... Was het wel... Is totaal legitiem dat die man zei... Oké, dan splitten we. Maar eigenlijk had hij haar net een soort cadeautje gegeven. Bij wijze van dankjewel. Had ze... Maar ja, dan denk ik... Oh, zit ik te veel in een ouderwets man-vrouw beeld vast? Ja, daar vast. Zit je in. Ja, dat is me al vaak opgevallen. Ja. Er zit te veel in het man-vrouw. Want het was laatst ook... Dat vond ik ook... Nou, ik weet niet of het laatst was... Want wij kijken terug, dus ik weet niet. Het roer om. Ken je het roer om? Ja, maar dat heb ik nog nooit helemaal gezien. Ik vertrek, maar dan van SBS6. Precies, gewoon hetzelfde. Ja, hetzelfde net iets minder nauwkeurig gemaakt, vind ik zelf. Ja. Maar goed, wel leuk om te zien. Ja, wel lekker om te kijken. Ja, en er was een vrouw en een man die gingen naar Polen. Die wilden naar Polen. Nou, dat vind ik op zich al heel apart. Dat je denkt, dat je dat als de liefste droom mijn hebt. Grootste droom om in Polen te gaan wonen. En wat gingen ze daar een chambre d'hôte beginnen? In Polen, een Poolse chambre d'hôte. Een varkensboerderij meer. In Polen denk ik altijd, dat is alles. Nee, er ging geen varkensboerderij. Maar ze hadden twee huizen laten bouwen naast elkaar. Oh. En het ene gingen ze dan verhuren. En het andere gingen ze dan zelf in wonen. En die vrouw die bleef maar over... Ja, nee, maar in Polen, wat ze in Polen zo fijn is. De mannen zijn echt nog mannen daar. Oh, en die doen de deur open voor je en die helpen galant, je. En die zijn galant en zo. En die man zei, ja, ik ben zo niet. En dan zat ze in Polen ergens op een veld. Ik weet niet precies hoe ze daar terecht kwam. Zat ze gewoon niet zo. Ja. Zat ze in een veld. Toen moest ze omhoog komen. Zegt ze, geef nou één keer mijn hand. En hij liep weg. En zij moest alleen omhoog komen. En zei ze, ja, dat doet hij dus niet. Dus toen liepen ze naar een gemeentehuis of zo. Dus ze moesten ergens iets regelen. Want dat moet ook in Polen. Dus toen liepen ze zo naar dingen. En toen zei ze, al lopend naar die deur, zei ze, zou het leuk zijn als je nou één keer gewoon voor mij de deur openhoudt. Denk ik, let it go. Ja, of trouw met een Pool. In godsnaam. Of ga in ieder geval niet daar een soort iets uithalen. Nee, dat gaat iemand helemaal nooit doen. Oh, ik kon er wel schieten. Ik denk, maar hoezo? Er was laatst was een stand-up comedian, was een vrouw, die was lesbisch. En die zei, goh, we gingen op reis. En ik zag mijn vriendin, koffers inpakken. Maar meer koffers dan ze armen heeft. En ze zei, ik heb geen mannelijke galantheid of zo. Dus ik denk, hoe ga je dat allemaal tillen? Want je hebt maar twee armen en je bent drie koffers. Je kan die koffers niet meenemen. Ik hoop niet dat je ervan uitgaat dat ik dat doe. Van jou dat zei die vriendin toen. Ja, die was wel heel gechoqueerd. Dat zei, ja, die ging er gewoon vanuit van, ja, ik kan gewoon pakken wat ik wil. En die andere die tilt er wel. Ja. Het komt er wel. Bijzonder. Is welke dus comedian was dat? Ja, weet ik dus niet. Niet Tig Notaro. Nee, niet Tig Notaro. Die vind ik nee. Namelijk heel grappig. Ja, die vind ik wel leuk, maar die heb je ooit een. Heb je die meegemaakt? Documentaire. Ja, die heb ik zeker. Die heb ik gezien. Heb ik een hand gegeven, want zij was in Toemler. Oh, wat leuk. Ze speelde in Toemler. Ja. En dat ze toen een kind wil adopteren en maar helemaal niet met dat kind kon spelen. Dus het enige wat ze met dat kind deed was heel het in de gezicht blazen. Dus ging echt? Ging zo tegen het kind in de gezicht blazen. Dus het kind zat heel de tijd te denken, wat is dat voor een raar wij van dit? Heel het in mijn gezicht ze heeft te blazen. Twee kinderen. Ja, maar dat was dus haar spelen was. Zat ze zo in de gezicht te blazen elke keer. En kreeg ze het kind toen geadopteerd. Ja, lukte dat? Ja, toen vond die adoptiekantoor vond dat een heel toppie. Leuk spel. Ja. Very nice how you blow in the face of the little child. Dus toen, dus het is gelukt, ze heeft er twee. Ja, maar ik vind haar wel heel erg leuk. Ze is heel goed, ja, ik vind haar heel grappig. Ja, maar goed. Dus dat was, dus ik weet nog steeds niet of je moet splitten, betalen. Nou ja, best is meteen die rekening pakken en verder helemaal nul compromis sluiten. Ja. Of je nou een man of een vrouw bent. En als iemand anders dan zegt, nee, ik wil per se, nou, vooral doen. En het ergste ik ga vind geen ruzie om maken.
allebei kijken naar dat kistje. En dan niks doen. Dat was zo goed in Triangle of Sadness. Oh ja, wat gebeurt dat begin. Daar ook alweer? Oh, zij ja, doet net als ze ergens mee bezig is. Oh, ja, zij doet haar net als ze ergens mee bezig is. En dan moet hij op een gegeven moment betalen. Dan hebben ze dan later over. En zegt ze, maar ik was bezig. En later komt dan uit dat ze zei, nee, natuurlijk had ik al wel door. Ja. Zij zat zogenaamd heel lang op haar telefoon. En toen net zo lang tot hij die rekening pakte. Ja, dat zijn hele... Ja, daar kan je een halve film over maken. Ja, terwijl ik altijd denk... Situaties. En ik gewoon, en dat snap ik wel hoor. Ik weet nog heel goed, daarom zal ik nooit vergeten, Dick van de Toren, een vriend van mij. Toen had ik gewoon geen geld. Gewoon. Vroeger was ik echt arm. Ja. En dan wist ik nog gewoon, in die blauwe broek zit nog een gulden. Gewoon. Dat wist ik gewoon. Ja, je gulden allemaal. Er zit gewoon je, nog een gulden in die ene broek. En daar zit en toen, als we, en hij werkte toen, of hij had veel meer werk. En dan, hij betaalde altijd alles. Hij vond dat helemaal niet. Dus ik ben altijd, ook nu, denk ik vind het helemaal niet erg om te betalen. Nee, ik vind het juist fijn. Ja, tenminste, het voorkomt vervelende discussies die mij veel geld waard zijn. En ik vind het heel leuk om iemand anders ook iets te geven en om daar niet dingen. Omdat ik toen vroeger vond ik, daar heb ik echt geleerd van hem. Is dat zo fijn als iemand dat doet voor je? Als je dat kan doen. Als je dat kan doen. Nee, daarom denk ik ook wat nu luisteren allemaal ook wel jonge mensen die hebben dan geen geld. Natuurlijk moet je dan wel eventjes met elkaar afspreken wie wat betaalt en zo. Nee, want dat zei ook dat was ook heel goed. Dat was een stel van in de 50. Die man zei: zullen we splitten? En toen zei die vrouw, dat vind ik iets voor jonge mensen. En ik begreep wel wat ze bedoelde. Ik ook wel. Van mensen van hun leeftijd kan je verwachten dat ze het wel net kunnen ophoesten, zeg maar. Maar dat gaf ook weer, dat ging ook mee. Dat vind ik iets voor jonge mensen. Dus eigenlijk zei ze van, betaal je gedraag maar je nu als een soort kind van 20. Ja. En betaal maar gewoon. Ja, het is best wel heftig hoor. Ik kan er maar een paar aan per week aan eigenlijk. Dan is het gewoon eens mijn tax op. Dan is het, maar goed, gedaan. En jouw week. Dan zit ik helemaal vast. Dat was allemaal jouw week. Ja, dat was mijn week, ja. Nou, ik wil nog wel eventjes zeggen, want ik moest laatst... Ik ben nog wel van het internet bestellen en zo. Ja. En toen was ik laatst... dan kan je altijd zeggen, ik wil het ergens ophalen. Dat kan ook. Hè? Dat vind ik heel fijn. Als je ergens niet thuis komt, dan kan je het naar een ophaallocatie en zo. En dat deed ik altijd bij op het Hoofddorpplein bij de Phone House. Dat was hartstikke fijn, super fijn. Maar dan, op een of andere manier is hij niet meer bij wat je kan kiezen. Dus toen had ik meer dan tabak, ook op de Hoofddorpplein. Ja. En die meneer, die kwam ik halen en die zijn superleuk ook. Maar daar was ik nooit geweest. Nee. Was ik wel eens een blad gaan halen, maar ik wist niet dat zij ook ophaaldingen. Dus toen kwam ik daar, toen zei die man, was iemand hier en die zei, dat was zo leuk over jou. Dus ik heel die podcast luisteren, ging het over de Phone House. Ja. Ik zeg, maar dat was omdat dat altijd degene was waar we het op konden halen. Ik zeg, maar ik vind het hier hartstikke fijn. Ja. En dat is ook zo, bij meer dan tabak, die mensen zijn hartstikke aardig. En ik vind altijd, als je dat doet, we hebben het al eerder over gehad, vind ik, dan moet je... Dan moet je niet doen alsof het een vervelende, nare last is. Nee, dan is het gewoon deel van je winkel. Want er is ergens een of andere schoenlapper die ook daar ergens in de buurt zit. Zo. Die doet allemaal heel moeilijk. En zo. Ja, denk, wij hadden ook zo. En die is ook nu weg. Maar die was gewoon, die schold je ongeveer uit als je een pakket kwam ophalen. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Ja, plus, je hebt een veel leuker leven en een leukere dag. Als je ook een beetje vrolijk bent. Ja. Dus die mensen zijn super vrolijk. Dat wil je even zeggen. Ik hoop dat Meer dan Tabak nu wel ook weer heeft geluisterd. Ja, ik hoop wel dat Meer dan Tabak even teruggeluisterd, meneer. Want, en ook de Phone House trouwens. Voilà, en de Phone House ook. Want ja, dat is echt fijn. En dan wou ik nog zeggen dat... Oh ja, ze willen allemaal auto's uit het centrum weren in Amsterdam. Ja. Dat vind ik een slecht idee. Ik krijg geen auto, dus het kan mij niks schelen. Want dan wordt het zo'n openbaar museum. Dat vinden toeristen nu al. Oh, dat ze nergens op de grachten meer... en zo. Ja, dan wordt alles... En dan s'avonds is het uitgestorven. Dus ik vind dat jij vindt nooit... het gewoon leuker als er auto's rondrijden. Auto nieuw vind ik, snap ik wel. Ja. Maar auto weg vind ik ook altijd een beetje doods wordt. Ja, dat heb je natuurlijk in van die steden als Venetië. Nee, goed, daar kan je niet auto rijden, maar... Dan wordt het een beetje inderdaad zo van trappel. We lopen allemaal door het centrum. En het is niet echt waar mensen wonen. Nee. Want het is natuurlijk wel lastig ook als je er woont. Je hebt een auto. Waar moet je die dan laten? En ik hoor dat ze het bij ons voor de deur mee willen beginnen. Oké. Okay. Ja, maar daarom in het ik wil gewoon wel met mijn dingen nog... Met je autootje voor je huisje komen. Ja. 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 En ik heb hier opgeschreven, wat is slagroom toch lekker? Maar ik weet niet waar... Ik denk dat het gewoon observatie was. Oh, is dat, wat is slagroom toch lekker? Dat, ik denk dat je slagroom had gegeten. En dat je toen dacht, dit moet ik even noteren. Dat moet ik echt zeggen in de week. Of het was midden in de nacht dat je wakker werd. Met, wat is slagroom toch lekker? Het is wel waar. Toch? Dat is zo... Of meen je het eigenlijk jawel, niet? Ja. Het is zo fluffy. Het is zo... Romig. Och, ik vind dat... Ja.
Ja. Dat is slagroom toch? Laten we ons dat realiseren. Nou, ik vind slagroom uit zo'n spuit niet zo heel lekker. Nee, maar daar heb ik het natuurlijk ook niet over. Nee, je had het over verse slagroom. Vers met een handje. Nou, niet met een handje, met een klopper. Met een mixer. Maar dat is super lekker. Zeker lekker. Goed dat het even genoemd wordt. Ja, en als laatste even kort. Ik kijk wel eens op de Instagram van Isabelle Rossellini, kijk je er wel eens op? Ja, die volg ik, geloof ik. Och, die vind ik zo grappig. Staat heel de tijd zo met haar eigen hoofd zo voorop. En dat ze zo. Ja, ik vind dat superleuk. Die maar omdat ze een beetje slechte selfies plaatst. Of ze maakt slechte filmpjes en zo. Maar ze is helemaal geen ijdele filmster of zo. Ik vind haar heel leuk. Ze heeft ook een boers leven, heb ik het idee. Dat ze heel de tijd zo met poepen, met dingen in de weer is. Nee, maar in op zo'n boerderij, weet je wel, toch. Ja. Niet een glamourleven, nee, zeg maar. Geen glamourleven. Nee. En ze wil ook laten zien van, goh, dat is leuk met kippen en weet ik van wat ze allemaal heeft en zo. En ik vind haar heel grappig. En nog steeds ook heel mooi. Ja, hartstikke mooi. Ja. Maar daar is ze juist helemaal niet mee bezig. Dat is wel, ik zag dus in die film die ik vorige week noemde, de film over die ezel, die heeft toch heel veel indruk op mij. Oh, ja. Io, daar zat ineens Isabelle Huppert in. Dat was heel raar. Ja. Dus ja, 2 uur lang zit je naar een ezel te kijken en dan ineens komt Isabelle Huppert. Dit kan helemaal niet. Wat doet zij hier nou weer? Hè? Is het er echt? Ja, ze stond gewoon op de afwisseling. Maar die heeft juist, die is een soort valse beeld geworden, zeg maar. Oh ja? Dus die heeft helemaal niet wat Isabelle Rossellini heeft, dat je denkt van I'm aging in a beautiful way. Ja, maar graceful. Had zij ook kunnen doen, want het is nog steeds. Maar dat is dan allemaal van een soort harde was geworden, dat hele In Elle, wat ik een hele mooie film vind, wel met haar. Oh, ja, een goede film. Oh, die heb ik wel gezien trouwens, ja. Nou, heb ik wel een goede film. Ja. Maar die heeft iets inderdaad wasachtig. Iets porseleinerigs. Ja. En dat was altijd al van porselein, maar nu is het zo van heel statisch. Dat vond ik wel een beetje jammer. Maar goed, ze werd er toch helemaal uitgespeeld door die ezel. Dus dat maakt niet uit. Zij zou bijvoorbeeld niet zo mooi geschilderd kunnen worden door Vincent van Gogh. Nee, dat zou ze ook denk ik helemaal niet willen. Isabelle Huppert. Nou, ik denk het wel. Nou ja, dat zou ze natuurlijk best willen. Oh, dat is zo fijn als je ze gewoon. Maar dat wil ze natuurlijk gewoon omdat hij zo beroemd is, hè? Maar dat was hij vroeger helemaal niet. Wat zo leuk daaraan is, dat er nu dus een podcast is over Van Gogh en de weg naar wereldroem. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Die wordt gemaakt door Frank van der Lende. Die jongen met het lange haar van de radio. Om even een beeld te schetsen. En die gaat eigenlijk op zoek naar het antwoord op de vraag hoe Vincent van Gogh nou zo wereldberoemd heeft kunnen worden. In 6 afleveringen gaat hij dat op zoek. Ja, vind ik wel goed, goede vraag. Hij praat dus met wie praat hij niet? Eigenlijk met experts en zelfs familieleden van Van Gogh. Denk niet zijn eigen familieleden. Nee, familieleden van Van Gogh. Ik denk niet van Van der Lende. En samen met hen ontrafelt hij het verhaal eigenlijk. Ja. Hoe Van Gogh na zijn sterven zo bekend is geworden. En het gaat over trots. Het gaat over triomf. Ja. Maar ook over twijfel en tegenslag. Allemaal woorden met een T. Grappig, hè? Ja. Want dat covert. Ik denk dat Frank van Lennen dat misschien als ezelsbruggetje ook heeft gebruikt. Ja, ik vind het een fascinerende kunstenaar ook. Heel. Van Gogh. En juist dit heb ik, daar heb ik niet zoveel over gehoord. En ik weet wel dat die broer, die was kunsthandelaar. En die heeft geprobeerd om hem in de Vaart der Volkeren omhoog te krijgen. Maar ik denk dat het daar ook over zou gaan. Dat, ja, ik vind het wel interessant. Over die hele familie. Ja. Ik vind het ook heel leuk. Ga het luisteren. We hebben ook een linkje. Waar zou die staan? Nou, ik heb 3 keer raden. Ik denk in de show notes. Ik denk het ook. Dan kun je gewoon die hele podcast aanklikken en lekker naar gaan luisteren. Ja, leuk. En ik vind het leuk dat tussen onze podcast en de podcast over Gogh dat er een link is. Vind ik ook leuk. Dat we daar nu iets mee te maken hebben. Ja, we zitten nu in de wereld van de wereldberoemde kunstenaars. Toch? Hebben we ons nu begeven. Ja, dat is hartstikke fijn. En een Brabantse kunstenaar. Is Van Gogh Brabant? Nou, dat mag ik wel hopen. En Nune. Ja? Wat dacht jij dan? Ik had eigenlijk geen idee. Ja, ik ken hem meer uit de Franse periode. Arlen. Ik wist wel dat hij ook een Nederlandse connectie had, hoor. Maar, ik ken hem meer uit zijn Arlen, Franse dat, periode. Daar associeer ik hem heel erg mee. Maar goed, Nune. Nune hartstikke prima. Dikke prima voor Nune. Ja. Goed, dan zijn we nu bij het hoofdonderwerp. Het heeft wel iets met Van Gogh te maken. Zeker. Er is trouwens ook een stripboek over Van Gogh. Ja. Van Barbara Stok. Oh. Stripboeken. Nou ja, zeg, Barbara Stok, dat weet je ook gewoon. Dat weet ik, want ik hou best wel van het werk van Barbara Stok. Oh. Ja, dat zijn dan geloof ik weer meer graphic novels. Dat vind ik altijd een ingewikkeld verschil. Is het ook maar van die kleine hokjes? Het is wel met kleine hokjes, maar het is ook af en toe een pagina-vullende tekening. Oh, dat ze echt de best op heeft gedaan. Precies, en echt met de grote penselen en zo. Nou ja, zij tekent volgens mij meer met een stift. Denk nou ja, hier ga ik echt mijn best op doen. Kijk, het stomme is, ik hou dan van graphic novels.
maar niet van stripboeken. Maar eigenlijk is het niet, nou, of niet heel erg, vroeger wel toen ik kind was. Maar ik koop best wel vaak een graphic novel, vind ik gewoon leuk. Oh. Maar dan denk ik, wat is eigenlijk het verschil, Aaf? En waarom het een wel en het ander eigenlijk niet? Ja. Het klinkt gewoon chiquer. Zoals de Romeinen al mensen zijn. op één en de... Nou, beantwoord die vraag eens die je zelf stelt. Ja, beantwoord hem zelf eens. Ik denk, het klinkt gewoon chiquer. Het lijkt meer voor grote mensen. En het is iets minder met Donald Duck. Want daar ben ik wel op uitgestudeerd, gewoon nu in mijn leven. Die lees je helemaal niet meer. Hebben jullie die thuis nog? Ja, we krijgen hem wel elke week. Okay, maar niet maar voor mij. Kijkt er nooit in. Nee, maar ik hoor er wel veel over. Want eigenlijk heeft Ben, die dus nu in de tweede zit, al zijn kennis uit de Donald Duck. De Donald Duck leer je echt ontzettend veel van. Grappig, ja, hè? Dat is heel bizar. Maar dat is altijd van, waar heb je dat geleerd in de Donald Duck? Denk ik, ik dacht je op het gymnasium zat. Prima. Maar ik was meer van de Tina en ook Jan Jans en de Kinderen. Jan Jans en de Kinderen, van. Ja. Achter op de Libel. Ja, en ook gewoon die bundels, die albums. Oh, ja. En nu toevallig dit weekend heb ik Jans in haar blootje gezien. Oh? Ja, Jans naakt. Dat werd ook gewoon getekend vroeger. In een kwartet. In een kwartet. We waren in een restaurantje. En ook met mijn neefje en nichtje. De kinderen zaten te kwartetten. En ineens kwam Jans naakt voorbij. Ja, gewoon helemaal naakt. Nou ja. Ja, ze mocht er echt wezen. Echt eerlijk waar. Jan Kruijs. Met die neus. Met die, zo'n die puntneus was een van de mindere. Ja, was een onrealistisch deel van haar lichaam eigenlijk. Die puntneus was heel gek. Maar de rest van haar lichaam was heel realistisch getekend. Oh. Ja, echt uiterst realistisch. Oh. En Jan Kruijs had er echt een mooie vrouw van gemaakt. Oh, wat grappig. Mocht allemaal nog, hè. Toen ik weet niet of je nu nog een naakte figuur uit een strip in een kinderstrip zou mogen tekenen. Ja, ik weet het ook niet. Misschien vinden mensen dat toch moeilijk. Jeroen Poep aan je schoen, dat was die... Jeroentje. Ja. En had je Carlijn, Katootje, met dat buikje wat altijd zo... Ja. Ik moet ook altijd aan denken, als ik iemands buik een beetje zie, denk ik altijd aan Katootje. Oh ja? Ja. Want dat was eigenlijk de eerste persoon van wie je de buik kon zien. En jij, stripboeken gewijs? Stripboeken, vroeger las ik stripboeken, las ik wel Lucky Luke. En ik vond die ene stewardess vond ik heel opwindend. Stewardess? Ja, hoe heet ze nou toch? Niet Belinda, maar zo'n soort naam in ieder geval wel. Maar er was daar een strip over? Ja, het was een strip over een stewardess met een heel strak pakje. Oh. En vrij een prominente grote borsten, zeg maar. Ja. En die ging kinky dan... Kinky stewardess. Kinky stewardess, die ging dan de wereld, waarom wereld weet ik over. Dit niet? Ja, het was dat nu... voor grote mensen of voor kinderen? Nee, het was niet van zo'n ordinaire seks... Want... Hoe heet ze? Gierig. Tegen van de Meulen. Natasja. 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 Oh, wacht, dat ga ik even kijken hoe ze eruit ziet, hoor. Want dan stripboek Natasja. Oh, holy shit. Ja, dat is een soort adult-achtig... Ja, maar het is niet met... Het is geen seksstripboek of het is zo. Wel... Ze heeft echt een hele korte rok, zeg maar. Ja, het is gewoon de vrouw van de wereld. Kom op, jongens. Tatjana Simic lijkt ze heel erg. Nou. Het is Duits. Nee, dat vind ik niet, hoor. Die zwarte witwe. Nee. Dat zo heet er Ja, maar bij jou. Maar dit is natuurlijk gewoon niet... Is het een Duits? Oh, Natasja. Nee, Natasja Luchtstewardess. Ja, vind Luchtstewardess. Ik ook een hele goede naam. Want je hebt ook een grondstewardess. Ja, dat is waar. Luchtstewardess. Ik vind het fascinerend. Dat lijkt mij zo'n grote teleurstelling. Als je dan ben je stewardess gewoon en zegt... Ja. Ja, en jij blijft bent op de grond. Dan denk je, maar dat is niks gewoon. Nee. Dat is, dan ben ik dierenverzorger bij een leeg hok. Dat is gewoon niet... Maar dat... je krijgt wel het pakje. Ja, maar ja, en je mag nooit naar boven. Nee, je zit vast achter een balie waar mensen Elke je uitschelden. Elke keer zie je die deur dichtgaan, zie je het vliegtuig, denk je... Oh ja, ik ben grondstewardess. Hoor je weer omroepen van, we gaan nu naar Rio de Janeiro. En dan zit jij daar aan de grond genageld. En dan komen ze terug, helemaal donkerbruin van de zon. En hebben ze gezegd, ze hebben het allemaal in elkaar gedaan. En dan zit jij weer gewoon zo met je broodtrommeltje zit je achter je balie. Dat lijkt me echt... om te eten. Je hebt wel nooit een jetlag. Nou, maar daar zou je er graag heel voor over klein hebben. Klein voordeeltje. Nee, zouden ze dat op de academie bepalen op een gegeven moment? Dat ze je zo zien van, nou, jij bent meer grondmateriaal.
Het is een beetje Tinder, links en rechts swipen. Dan swipen ze zo naar rechts. Dan moet je zo... Grond. Jij grond. Lucht. Oh, lucht. Leuk. En Natasja was dus een luchtstewardess. Ja, anders maakt ze ook niks mee. Je kan niet een strip over een grondstewardess. Nou ja, misschien wel. Maar geen soort hele existentialistische... Er zitten daar natuurlijk allemaal grondstewardessen. Oh ja, zitten ja, we worden wel goed beluisterd door stewardessen. Want we kregen ook veel berichten toen we hadden gezegd dat we gek waren op stewardessen. Dus we zijn helemaal gek op grondstewardessen. Maar we gunnen ze juist ook de lucht. Ja. Tenzij ze het zelf helemaal niet willen. Terwijl het een keuze is. Als een keuze is. Als het een vrije keuze is, moet je gewoon op de grond blijven zitten. Maar als ze denken van, oh, die kan de lucht, kunnen we echt de lucht niet insturen. Nee, dat is niet fijn. Maar goed, dat was dus jouw lievelingsstrip. Natasja, ja, maar ook Lucky Luke. Ja. En Asterix en Obelix, maar dan Obelix. Ja. Maar dan las ik dus nooit die namen. Nee, want die waren gewoon zo ingewikkeld. Ja, ik snap dat ook nog steeds niet. Dus iets die, met ja, een X. Maakt mij niks ja, uit. Maar er is een leeftijd gekomen, toen vond ik er niks meer aan. En nu kan ik ze gewoon echt niet meer lezen. Ik denk 20 jaar geleden of zo. Toen, oh, dat is helemaal niet zo heel lang geleden. Bedoel, toen was je wel hartstikke volwassen, zeg maar. Nou, hartstikke volwassen. Nou, je bent nu... Ik ben nog geen... Ja, het is goed met je. In de 50, zeg maar. Nou, laten we zeggen dat je 50 bent. 20 jaar geleden was je 30. Ik ben bijna 60. Nou, dan was je 20 jaar geleden dus 40. 58. En toen stopte jouw interesse in stripboeken. Nee, maar ik kan er gewoon echt... Ik vind het helemaal niet erg om oud te worden. Maar soms over dik 15 jaar ben ik 75. Ja, ik vind dat is onvoorstelbaar. En 15 jaar is zo gegaan. Nee, dat gaat hartstikke en snel. En 75, dat vind ik echt gewoon... Dat vind ik bijna, als je dan zegt, dat mensen gaan applaudisseren dat je dat gehaald hebt, zeg maar. Mensen van 75 luisteren ook naar deze podcast. Grondstewardessen van 75 luisteren naar die deze podcast. Tegen grondstewardessen van 75. Juist wel, denk ik. Maar grondstewardessen worden wel ouder, denk je, dan luchtstewardessen, want het is heel zwaar. Precies. En dus voor je benen en zo. Je kan maar beter aan de grond blijven. Ja, want het is echt, het is voor je gezondheid geloof ik niet zo goed. Maar rond je 40ste had je het gehad met stripboeken. Ja, en toen kon ik ze gewoon helemaal niet meer. Ook niet kleine, zo 4. Nee, even in de krant. Ik kan ze gewoon niet lezen. Ik vind het gewoon. Ik heb het geduld er niet meer voor. En ik vond het vroeger heel gek als mensen tegen mij zeiden van nee, ik kan er eigenlijk niet meer lezen. Maar ik kan het ook echt niet meer lezen. Nou, ik heb meer dat als ik dan dus een graphic novel zit te lezen, dan lees ik het echt. Dus dan ga ik gewoon al die wolkjes achter elkaar lezen. Maar dan denk ik, nee, de bedoeling is nu dat ik ook heel lang blijf kleven aan elk plaatje. Want anders had ik die plaatjes er niet bij hoeven kopen. Want eigenlijk is het een vrij dun boek natuurlijk. Ja. Als je alleen de tekstjes leest, heb je een uur uit. Nee, Barbara Stock is wel snel uitgetekend natuurlijk. Ja, ik vind Barbara Stock, ja, die tekent wel heel erg leuk. Dus dan kijk ik, maar soms dan lees ik zo'n boek zo snel. En dan heb ik het eigenlijk in een uur uit. En dan denk ik, ja, maar dat was ook niet de bedoeling. Nee. De bedoeling was dat je elk plaatje tot je nam... En echt eventjes Barbara absorbeerde. Bij je binnen laat komen. Precies, even hard binnenkomen, dan weer door. En dan weer het volgende plaatje. Ja. Dus ik denk dat mijn efficiency niet geschikt is voor het lezen van stripboeken. Nee, waarschijnlijk. Want ik denk gewoon wat weinig tekst. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Nee, dat is ook de bedoeling tekst. Niet. Dus het is wel lastig. Ja, dat snap ik. Ja, ik ben dus vroeger dus wel, maar nu... niet meer. Wat ik grappig vind is dat mensen dus vroeger ook heel erg tegen stripboeken waren. Dit is een beetje voor onze jeugd nog wel. Ja. Maar er is een spotje dat ze dan zeggen van stripboeken, dat is zo slecht voor kinderen. En dat is echt niet oké. Maar het is gewoon, het was het TikTok van toen. Ja, ze dachten gewoon dat het levensgevaarlijk was. Ja, ze dachten levensgevaarlijk. TikTok is wel echt een stuk gevaarlijker hoor. Ik bedoel, ja, tuurlijk joh, met al die enge filmpjes over... Ja, maar dit is precies wat die tijden veranderen. En dat gaat allemaal door en dat is gewoon... Dus jij denkt dat TikTok een heel onschuldig medium is? Nee, maar dat kinderen daar ook mee om kunnen gaan. Die leren daarmee omgaan. Dit is de wereld. Ja, dit is waarin ze nee, waar waar moeten opereren. Moeten. Maar ik had laatst een stuk gelezen van Lena Bril. Wel een goed stuk, de dochter van Marten Bril. Oh, daarom weet je die naam nog. Ik vind dat zo goed dat je al die namen weet. Leuke naam, Barbara vind Stock, ik dat. Lena Bril. Lena Bril. Ja, het zijn een beetje dezelfde soort namen inderdaad. Nou, je onthoudt die namen wel. En die had gewoon TikTok op de telefoon gezet. En dan krijg je meteen filmpjes bijvoorbeeld over hoe je heel erg radicaal moet afvallen en zo. Dat je denkt, ja, moeten kinderen dat allemaal zien? Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee. Maar goed, TikTok is inderdaad het stripboek van nu. Maar dan enger. En van de Chinezen. En we proberen de wereldorde omver te gooien. Dat deze stripboek ook niet vaak. Maar ik denk wel altijd dat ouders van nu vergeten dat ze, hoe nee, ze waren. Nee, we krijgen vroeger dat elke keer natuurlijk weer. Ik bedoel, mijn kinderen krijgen waarschijnlijk kinderen die nog veel bizardere media tot zich nemen. Ja. Die zitten de hele dag naar massamoorden te kijken of zo.
bij wijze van entertainment. Oh ja? Nou, waarschijnlijk. Ja, ik zit even iets te denken wat nog enger is. Nee, maar het rare is, en dat, daarom is het ook zo goed... Daar had ik wel een keer met Dijkgraaf. Ja, Robert Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf, ja. Grote wetenschapper. Ja, grote wetenschapper. En ik had daar een gesprek over. Ja, gewoon en, in jouw salon, in jouw wetenschappelijke salon. Ja, zeker, ja. Ja. Leuk. En toen... zei ik tegen Robert, even moet je eens luisteren. Ik zeg, het gaat natuurlijk altijd over de vragen die je kan stellen. Het gaat niet over de antwoorden. Het gaat over dat je vragen kan stellen die niemand zich nog afvraagt. Ja. En dat is natuurlijk ook zo met dingen die er gaan komen. Dat kan je, weet je het gewoon niet voorstellen. Nee. Je kan niet. Niemand had geweten 20 jaar geleden dat wij hier met onze telefoons en dat er alles op was. En dat vinden we nu al heel cool, maar. Er is natuurlijk nog iets veel coolers. Er is nog iets veel coolers wat er aan gaat komen. Wat de Alexander auto. Clupping ook geen idee van heeft. Want die zat elke kwartier ongeveer bij de wereld door te zeggen dat de wereld nooit hetzelfde zal zijn. En dan zat toch en dan bleef de wereld toch gewoon hetzelfde. Die is nu dus gewoon heel erg druk met een drone. Ja, mij. Maar dat is dan nu al weer. Tijdje. Ja. Of dat met die teksten en zo. Dus het zijn allemaal dingen die we onszelf nu niet voor kunnen stellen. Nee, die gaan komen. Er nog aan. En die zijn ook heel eng. En die zijn eng en die zijn ook geweldig. Want ja. Ik ben helemaal geen basher van de moderne tijd. Dus ik denk altijd, we leren daar wel mee omgaan. Ik hoop het. Stripboeken. Vrolijk, hè? Stripboeken. Hoeveel sterren geef jij stripboeken? 4. Avond Corsius. Hartstikke veel sterren. Ja, net geen 5, maar gewoon 4. Ja. Ja, 4 is geen 5. Nee, dat wou ik er even bij zeggen. Voor de mensen die niet kunnen tellen. Voor Barbara Stok als ze luistert. Het heeft niks met jouw kunde Shout te maken. Out. Shout-out naar Barbara Stok. Zeker. En Lene Bril. En, ze heeft ook nu zo'n hele lekkere, dikke verzamelbundel, Barbara Stok. Leuk. Ja, kan ik echt tippen. Ja, dus het aan zegt, mensen die van strips houden. Ja, wat ik wou zeggen, Barbara, dat zegt natuurlijk helemaal niks over jou. Want ik weet ook niet nee, hoe jij je kent tekent, alleen maar dus, Natasja de luchtstewardess. Dus, ja. En don't bash Natasja de luchtstewardess. Ja. Hé, hey, die Duitse stewardess. Ik heb dus niks met mij. Ik vind het fijn dat andere mensen ervan genieten. Maar daar ga ik geen sterren voor geven. Want ja, voor dan jezelf? Kan je alles wel. Ik moet echt vanuit mezelf praten deze keer. Dat vind ik moeilijk om zelf ruimte in te nemen. Maar ik doe het toch. Ja. En ik geef het 1 ster. Weinig. Nou ja, dat kan. Ja. Het mag. Het is echt vanuit mezelf. Maar het mag zeker blijven bestaan. Iedereen moet zich vooral inderdaad... Gewoon vrij voelen om strips te lezen. Ja, zeker. Nou, dat is wel heel mooi. Dan gaan we naar de Beaumonde. Ja. En in de Beaumonde is deze maand, denk ik... Ja, denk het. Een groot artikel met Sylvia Geersen. Is dat ook alweer? Dat actrice? Is die vrouw die nu met de Bachelorette was zij. Zij was... Ik zal even een foto laten zien, want dan weet je het wel weer... Het is gewoon model, maar we komen direct, want er staat eerst een heel groot stuk over Dancing Queen van Willem-Alexander. Dat zij zo allemaal aan het dansen waren op de dingen. Daar hebben ze foto's van. Ik vind zelfs die lettertype helemaal niet mooi. Nee, bij ik denk Dancing dat dat Queen. Die 70s bedoeld is of zo. Ja, een beetje van Chantal dat en Co. Die heeft het wel een klein beetje heeft altijd. Heeft ook dat lettertje? Ja, die heeft altijd andere, een beetje rare, typische letterfonds. Maar... deze die gaat dan over dat zij zo'n losse heupen heeft. Ja, Maxima. Die kan wel dansen. Ja, en dat die anderen dan mee moeten. En er is eigenlijk niks zo erg dan met de camera erop te moeten dansen. Oh, ik zou dat verschrikkelijk en dan ook, vinden. Je weet, dit gaat nooit meer weg. Oh, en dit gaan echt miljoenen blijft mensen zien. Eeuwig blijft het te zien. Ja, dat is heel, heel zwaar. Ja. Heel hard. Maar goed, daar hadden ze dan even een ding over. Nou, prima, want Maxima kan ook goed dansen. En ze vragen aan, wat ze heeft dus meegedaan met de Bachelorette. Die, Sylvia Geersen. En dan zeggen ze, was je meteen enthousiast toen je gevraagd werd... Ik zal ook even zeggen wie dat vraagt, dat vind ik ook altijd belangrijk. Sandra ten Brink is dit. Sandra ten Brink. De zus van Robert ten Brink? dochter misschien. God weet. En die zegt, was je meteen enthousiast toen je gevraagd werd voor de Bachelorette? En dan zegt Sylvia Geersen, zegt, nee, met date heb ik geen ervaring... En hoe zou het moeten met mijn arm? Daar zitten gigantische littekens. Hoe kan ik de vingers... ook kan ik de vingers van mijn linkerhand niet goed spreiden. Dat zou heel Nederland te zien krijgen. En dan krijg je vragen. Dacht ik, dat wist ik helemaal niet van haar. Dat ze, heeft ze een ongeluk gehad?
Nee, nu blijkt dus dat zij een hele nare relatie had met iemand. Oh. En die heeft haar een keer geduwd in glas. En toen is heel haar arm hartstikke zielig. En, maar dat ze zegt, dat vind ik zo erg dat je daar dan nog... Terwijl mensen zien dat waarschijnlijk niet eens. Maar ja, ik snap wel dat je heel zelfbewust over bent. Ja, en dan zegt ze op een gegeven moment, zegt ze, een man moet een aanvulling zijn, geen invulling. Nou, dat is waar. Vind ik ook een goeie. Maar dan zegt ze ook, en dan vind ik dan weer, denk ik, oeh, dat is een gevaarlijk standpunt, Sylvia. Oh. Let nou op, zegt ze. Want dan vraagt... Zoals Sandra ten Brink. Sandra ten Brink, van wie de naam natuurlijk heb onthouden. Dat was de voornaam alweer vergeten, Sandra. Ezelsbruggetje. Ja, ten Brink wel, maar Sandra was ik alweer vergeten. Mevrouw ten Brink, die zegt... Wat voor man past bij de Sylvia van 2023? Wat wil het ook naar deze tijd brengen? Ja, dat is ook goed. Ja, niet die van vorig jaar. Nee. Ik zoek een actieve man die me met respect behandelt... maar ook een sterke man, een echte man... die me op mijn plek kan zetten. Oh ja, dat willen die mensen altijd. Waarom? Ja, tegengas geven en zo. Waarom moet iemand je op je plek zetten de hele tijd? Ongelooflijk. Noem het ouderwets, maar ik zie een man als hoofd van de familie. Ik wil een man voor wie ik ontzag voel. Oh. No-go's zijn onverzorgde handen en tanden. Maar waarom... onverzorgde handen en de rest mag gewoon helemaal... Ja, er mag vol met poep zitten, maar de handen en de tanden... die moeten oké zijn. Maar waarom moet je toch altijd op je plek worden gezet? Wil zij dan achter een soort aangedirigeerd worden of zo? Ik begrijp daar helemaal niet van. Gewoon een hele carrière en alles. Bij lang leven de liefde zie je het ook heel vaak. Ja, ik zoek een man eigenlijk... Tegengas. Tegengas. Ja. Tegengas vind ik dan nog... Maar op mijn plek zetten, dat vind ik gewoon... Ga je zelf lekker op je plek zetten. Je kent je plek toch wel? Ja, of niet. En ben je daar blij mee, maar... Maar je laat toch niet iemand... Heel vreemd. Ja. Nou ja, goed. Misschien trekt ze er echt hordes mannen mee aan. Dat kan. En dan staat er een groot interview in met Willy Wartaal. Ja, die heet tegenwoordig... Viva? Viva? Ja, hij heet nu Viva. Want hij zat bij Arjen Lubach te vertellen dat hij het eigenlijk een beetje een kinderachtige naam vond, Willy Wartaal. En Viva niet? Nee, hey, Viva vraag het aan jou. Nee, volgens mij vond hij Viva... Prima, maar kennelijk wordt hij in de Beaumonde nog steeds aangesproken met Willy en Wartaal. Ja, en die zegt op een gegeven moment... wanneer zei je voor het laatst sorry, vraagt Sandra ten Brink. Nee, dit is Fleur Baksmeer. Oh ja, nee, Fleur Baksmeijer. Ja, die schrijft voor veel glossies en zo. Die naam kom ik heel vaak tegen. Oh, Meijer, dat staat niet tussen. Ja, denk ik ook. Nee, ik ken haar niet, maar ik ken gewoon haar naam. Fleur dat Baksmeijer. Dat is altijd voor die bladen schrijft. Je hebt allemaal vrouwennamen in je hoofd zitten. Ja, jongen, was helemaal vol. Ja. En oude telefoonnummers. Vrouwennaam en oude telefoon. Maar dan zegt dus... Jezus. Ik kijk, dat is net als met radiogidsen. Vroeger hadden wij een radiogids, tv-gids. En dan keek je wat er vanavond was. En dan leg je hem weg en denk je... Wat was er nou vanavond? En dan moest je... Ik denk dat ik wel 100 keer op een dag dan... ik heb nu geen radiogids meer. Maar vroeger, dan keek ik 100 keer per dag. En ik legde neer en ik was vergeten. Nee. Dat is waar. Het waren hele moeilijke media. Ja, maar Fleur. Fleur vraagt dan... Wanneer zei je voor het laatst sorry, Willy? En dan zegt hij... Mijn vriendin zegt dat ik te veel sorry zeg. Oh. En dat mijn sorry's daardoor niks waard zijn. Oh ja. Ja, dat kan. Inflatie, maar dat lijkt me wel een moment om even bij jezelf na te denken... of je goed bezig bent. Nou, ik denk dat hij dat ook wel doet. Want hij heeft dus echt gewoon zich gerealiseerd, toch? Nee, hij zegt, ik heb geen moeite met toegeven dat ik fout zit... iets verkeerd heb gezien of wat anders had moeten doen. Dus ik zou het niet weten. En dan zegt hij, mijn vriendin zegt dat ik te veel sorry... Dus hij blijft gewoon te veel sorry zeggen. Ja, zo'n afwijking. En dan zegt Fleur Baksmeijer, die zegt... geloof je in een leven na de dood? Wow, lekkere overgang. Ja, maar dat is precies de overgang, want verder zit er niks tussen. En dan zegt hij, nee, als ik een mier tussen mijn vingers plat wrijf... Nou, dat vind Doet ik hij zo naar idee. Denk ik niet, dat beestje gaat nog ergens naartoe. Maar ik vind waarom gewoon zou je dat het doen? Idee van... Als ik een mier... Ja, dat vind ik zo... Ik vind het ook zo... Onaardig. Naar onaardig. Ja. Kijk, dat je erop gaat staan, denk ik... Ja, nou, ongeluk. Ja, of ongeluk of een beetje ongeluk. Maar zeg je even sorry. Dan zegt die mier ja. Dat heb ik wel eerder gehoord van je jou, Wiba. En dan is hij al plat gevreven. Maar ik vond het zo'n naar... Ik kom er open van die vieze mierprut uit ook. Nee, maar dat nee, vind je vindt het gewoon daarvan, onmenselijk. Ik vind het onmenselijk. Onmierlijk. Het is onbeestelijk. Het is helemaal niet oké. Het is echt niet oké, Wiba. Dus... Ik vind het ook niet oké. Nee, want jij was aan die voorstelling van Wiba geweest, toch? Ja, ik vond het... Van 0 tot 10? Een... 7.
vond ik het. Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om een voorstelling echt zo in één keer, weet je wel. Ik vind het ook altijd zielig in de krant als voorstellingen sterren krijgen. Ja. Nee, want als het één ster is, krijg ik het lezen. Drie sterren lees ik de recensie niet. Nee, bijna niet. Alles krijgt drie sterren. Dat is heel saai. Ja, dat is heel vaak makkelijk. Dan denk ik, ja, nou, het is niet te veel, het is niet te weinig. Want twee is echt prima. Wel, dus, en vier is wel weer te, dus dan geven we drie. Ja. Ja. Ja, dus ik vijf maar lees ik. Was wel naar een hele vroege try-out, moet ik er even bij zeggen, hoor. Ik was echt gewoon meteen erheen gegaan. Maar toch een 7? Nou ja, voor een vroege try-out vond ik het wel een 7. Oh. Hij heeft wel een aangrijpend verhaal. Maar het was echt nog wel een try-out. Ja, precies. Ja. Nou, heel goed. Nou, we wensen hem heel veel succes. Viva. Ja, ik hoop dat hij geen mieren meer in zijn vingers plat vraagt. Nee. Dat deed hij niet tijdens de voorstelling trouwens. Nee. Tenminste, althans niet. Dan moet het... En dan gaan we naar het probleem. Komt-ie. Ik ben er bij toeval achtergekomen dat een vriendin van mij de sieraden die ik haar cadeau gegeven heb op een online platform verkoopt. Laatst zei ze nog hoe blij ze was met de sieraden en dat ze ze vaak draagt. Dit zei ze zonder dat ik haar ernaar vroeg en toen ik nog niet wist dat zij de sieraden te koop aanbiedt. Aan de ene kant denk ik, gegeven is gegeven en ze mag ermee doen wat ze wil. Maar het voelt toch naar. Ik had liever niet gezien dat het te koop staat, want nu bekijk ik haar met andere ogen en dat wil ik helemaal niet. We kennen elkaar al heel lang en ze had gewoon kunnen zeggen dat ze het lief vindt, maar dat het niet haar smaak is. Sieraden geven is heel persoonlijk en ik dacht haar smaak te kennen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik heb er in ieder geval van geleerd geen sieraden meer cadeau te geven. Zal ik haar vertellen dat ik weet dat ze de sieraden doorverkoopt? Of zal ik doen alsof ik het niet weet? Ja, dat is wel pijnlijk. Ja. Ja, dat is echt... Ja. Ja, ik vind het wel... Ja, ik vind het best wel gewaagd, ook van die vriendin. Dat ze dat op een online platform te koop gaat zetten. En ondertussen gaat zeggen, ik gedraag ze heel erg veel. Waarom zou ze dat nou zeggen? Ja, waarom zou je dat doen? Dan zou ik op zijn minst niet zeggen, ik draag ze heel erg veel. Nee, en als er niet naar gevraagd wordt ook... Zou ik het gewoon helemaal verzwijgen. Ja. Ja, ja, ik vind het wel moeilijk, want... Ja, tuurlijk ga je die vriendin nooit meer sieraden cadeau geven. Dat lijkt me voor zich spreken. Ja. Maar ik denk dat ik het niet zou zeggen. Maar het is natuurlijk wel... You can't unsee it. Ik bedoel, je gaat bij die vriendin nu toch een beetje een moeilijk gevoel krijgen. Even los van wat voor cadeautjes je de rest van haar leven gaat geven. Ja. Het is gewoon een beetje maf. Ja, het is volgens mij... Nou, volgens mij waar we het al eerder over hebben gehad... dat het moeilijkste in het leven is... om echt te begrijpen dat iemand anders denkt dan jij. Ja. Dus dat je, want zij zegt ook, ze had toch dit of dit, ik zou dit kunnen en zeggen dit kunnen dat doen. Het er smaak niet is. Ja. Ja, nee, dat doet ze dus niet. Maar dat is omdat zij in haar hoofd op een totaal andere manier denkt. Dus hoe het in haar hoofd gaat, kan je nooit navoelen. Nee. Dus eigenlijk probeer dat te begrijpen, dat zij gewoon echt anders in elkaar zit, dat het niks persoonlijk is naar jou toe. Ze probeert jou zelfs door te zeggen, want je zou kunnen denken, wat onsympathiek dat ze nog zegt, nee, dat ik draag ze heel veel. Ja. Maar dat is waarschijnlijk vanuit haar juist wel sympathiek bedoeld. Uit dankbaarheid. Ja, dat ze wil laten merken van, ik vond het echt leuk, want je... Je gaat natuurlijk ook niet tegen iemand zeggen... Oh, trouwens, by the way, die sieraden die ik weer heb gekregen... Heb ik op marktplaats gezet. Die heb ik allemaal verkocht. Ja, ik raak ze bijna niet kwijt, maar ik probeer ze echt aan de man te brengen. Dat ga je niet zeggen. Nee, dat ga je gewoon echt helemaal nooit. Dus als je dat indenkt, dat je... Dat zou je ook die keuze niet fijn vinden. Nee, natuurlijk had zij kunnen zeggen van... Goh, dit... Is ook wel moeilijk, hoor. Ik zou willen ruilen. Ja, dat vind ik ook moeilijk. Ja. Dus, en zij denkt waarschijnlijk dat je dat niet opvalt. Dat zij dat ergens aan het verkopen is. Dus ik zou het laten gaan. En ik zou het ook echt bewust laten gaan. Dat je probeert om dat het niet deleten. Een verrat wordt in je hoofd. Nee. Ja, want dat is ook helemaal niet nodig. Want zij probeert echt het beste. Zij probeert niet bewust te liegen tegen jou. Nee. Zij probeert niet om... Het is niks met stiekem te maken. Het heeft te maken met dat zij zich een beetje... Dat zij het ongemakkelijk vindt om te zeggen van... Goh, ik vond ze niet zo mooi. Dat kan zij bijna niet. Ze had ze niet hoeven te verkopen natuurlijk. Ze had ze ook gewoon in een laadje kunnen leggen. En, Dat heeft ze niet voor gekozen. Nee. Ze heeft gekozen om het te verkopen. Geld aan te verdienen. En je hebt het gegeven. Ja, dat is waar. Het is haar ding. Zij mag ermee doen wat ze wil. Dus je moet het laten gaan. Je moet het laten gaan. Want anders word je er heel ongelukkig van. Ja, en dan gaat die vriendschap een beetje afpellen. Ja, en als je er nou achter komt, dat kan ik niet. Het blijft dus wel instaan. Dan moet je het zeggen.
Dan moet je tegen haar zeggen... Maar dan heb je geprobeerd, denk ik, ook dan maak je het moeilijk. Ja. En weet dat als je eenmaal iets zegt, kan het niet meer terug. Nee. Dus als je het... ik zou het laten gaan. Ja. Ik vind het van die vriendin wel een beetje dom. Dat ze het zo obviously, weet ik veel, op marktplaats of zo. Ja. Ik bedoel, koekoek, denk er even over na. Ja. Onder je eigen naam. Maar daar had zij die sieraden ook gekocht voor haar. Of via Instagram of zo. Ik heb nu een winkeltje. Ze zit in een loop. Nou, dat kan je ook doen. Een bieding uitbrengen op een van die sieraden. En dan, hé, ik ben het. Hebben jij dat? Wat? Oh, verkoop je je sieraden? Hé, die had ik aan jou gegeven. Dan kan je een soort of van je spontane... moeder het laten doen. Dus nog je mener. Want dan gaat die moeder en dan zit zij de hele tijd... Gaat ze dan helemaal naar haar toe? Of gaat ze het niet doorvertellen? Ja, die komt het dan halen op een dag. En dan de volgende jaar dan geef je diezelfde sieraden weer. Ja, en dan zeg je van, ik had het marktplaats gevonden. Nee, maar ik zou... Nee, dat hoeft allemaal niet. Dat hoeft allemaal niet. Nee, maar kan je doen. Ik zou het laten gaan. Echt waar. Daar doe je jezelf een groot plezier mee. Ja, en in ieder geval niet gaan benoemen. Niet gaan benoemen. En het ook niet persoonlijk nemen dat ze dat deed. Want het heeft met jou niks te maken. Maar gewoon, het kan haar smaak niet zijn. En ze vindt dat moeilijk om te zeggen. Nee. Dus ga dan uit van het positieve. Ja, ga uit dat het meer was uit een soort beleefdheid. Precies. Annex geldnood. Dan uit jou kwetsen en je poten uitdraaien. Ja. Nee, want ergens laten liggen en niks mee doen. Is dat snap ook ik ook dat fijn. Je denkt, dat wil ik niet. Dat is ook zonde. Dus... En laat het geen vrat in je hoofd worden. Zeker, laat het geen vrat in je hoofd worden. Dat is sowieso een aanvrader. Nou, heel veel succes ermee. Ongelooflijk, ja. En, ik ga even bieden. Ik ga even kijken waar die sieraden staan. Ja, ik ook zo benieuwd. Sieraden ook. Het, het is een setje. Wel vrij, een ketting. Ja. Zeker diamanten. Echt goud. Ja. Leuk. Nee, wel grappig. Op een online platform. Veel succes ermee. Wij zijn woensdag gewoon weer bij Podimo. Ja, dan praten we verder. En dan zien we elkaar volgende week weer. Tot dan.